in deze diepvriezer. Geen kroketjes, geen ijs, maar wel... kaka. Jawel, de wetenschap houdt zich ermee bezig met jouw stoelgang om op zoek te gaan naar de ideale samenstelling van de bacteriën in onze darmen. Microbioloog Jeroen Raas van de KU Leuven is de man achter het grote Vlaamse darmflora-project en hij heeft al meer dan 5000 stalen verzameld. Waarom is antibiotica zo slecht voor je darmen? Antibiotica doodt alle bacteriën, toch zeker breedspectrum antibiotica, en dus de bacteriën die in uw darm leven, gaan er ook aan. Er zitten meer dan 100 biljoen bacteriën in onze darm. Samen maken die een halve kilo tot een kilo biomassa en ze vormen eigenlijk een extra orgaan in ons lichaam. Er zijn goede bacteriën en er zijn kwaadaardige bacteriën. Kwaadaardige bacteriën veroorzaken darminfecties bijvoorbeeld. De goede bacteriën in onze darm die helpen bij de vertering van ons voedsel en die vormen een soort verdediging. Dus als die bacteriën, als dat ecosysteem in onze darm in evenwicht is, zijn er heel veel goede bacteriën en maken kwaadaardige bacteriën eigenlijk geen kans. Als je eet, dan krijg je het eten binnen via de mond. Het gaat via de slokdarm naar de maag. En in de maag gaat de eerste vertering plaatsvinden. Aan de hand van de zuren wordt het eten afgebroken en gaat dan door naar de dunne darm. In de dunne darm wordt het verder verteerd en uiteindelijk de overschot, al wat niet verteerd geraakt, wordt getransporteerd tot in de dikke darm. En in de dikke darm, daar zitten de bacteriën. En die gaan al die onverteerde vezels eigenlijk verder verwerken en daar nog extra energie en voeding uithalen voor ons. Iedereen heeft eigenlijk ook een beetje een unieke darmflora. Iedereen heeft een bepaalde combinatie van duizenden, miljoenen bacteriën en schimmels die een eigen vingerafdruk vormen voor elke persoon. Hij zei daar miljoenen bacteriën en schimmels. Want in je darmen zitten niet alleen maar bacteriën. Je darmflora is eigenlijk een heel ecosysteempje van goede en slechte bacteriën, maar ook schimmels, virussen, gisten enzovoort. En de samenstelling en verhouding tussen al die mini-beestjes, die kan al eens veranderen. We onderscheiden drie types van gezonde darmflora. Die zijn te vergelijken met drie verschillende ecosystemen. Als ik bijvoorbeeld met een bos zou vergelijken, hebben we een darmtype dat lijkt op een tropisch regenwoud. Een zeer grote biodiversiteit, heel veel verschillende soorten bacteriën. Een ander darmtype is een waar je ook een grote biodiversiteit hebt, maar eigenlijk een ander soort. Neem het Soniëwoud, een bos van bij ons. Heel veel verschillende soorten, maar gewoon anders. Een andere invulling, aangepast aan een ander klimaat, bij wijze van spreken. En dan is er nog een darmtype dat lijkt een beetje op een bamboebos. Daar heb je één bepaalde soort, Prevotella, die heel dominant is. En dan de andere soorten zijn wat minder dominant. Er is één ongezond darmtype en dat noemen we het Bacteroides 2 darmtype. En dat is eigenlijk een soort woestijn. Het is een darmtype waarbij we zien dat er veel minder bacteriën zijn, veel minder soorten bacteriën, veel meer kwaadaardige of potentieel kwaadaardige bacteriën en veel minder goedaardige bacteriën. 10% van de Vlamingen heeft dat ongezonde darmtype. En sommige mensen daarvan weten we dat ze echt ziek zijn. Die hebben bijvoorbeeld de ziekte van Crohn. Maar sommige mensen hebben dat slechte darmtype en zijn niet ongezond. Het zou dus best kunnen dat je het totaal niet merkt als je met dat slechte darmtype rondloopt. Nu, er bestaan online wel wat van die darmflora-testjes, maar die zijn niet officieel, dus daar zou je volgens Jeroen beter niet op vertrouwen. We weten nu al dat er drie gezonde types darmflora bestaan, één ongezond type. Dat beïnvloed kan worden door je voeding, medicatie, door je levensstijl. Maar wat bepaalt nu met welk type je geboren wordt? Is dat iets erfelijk? Uw eerste darmflora krijg je eigenlijk van uw moeder. Op het moment van geboorte en in de eerste levensdagen is er eigenlijk een overdracht van bacteriën van de moeder naar het kind. Via de fecale flora van de moeder, de vaginale flora van de moeder, de huid van de moeder, de borstmelk. In de baarmoeder zijn ze steriel. Dus het gebeurt echt in dat eerste moment. In het eerste levensjaar gaat die darmflora zich langzaam maar zeker ontwikkelen. De ene soort krijgt de bovenhand, dan de andere. En je krijgt eigenlijk een langzaam maar zekere opbouw naar een volwassen flora. En op het moment van de overgang naar vast voedsel, zullen we zien dat die flora zijn finale vorm krijgt en eigenlijk volwassen begint te worden. Of je
uw darmflora type voor heel uw leven houdt, dat zijn we eigenlijk op het moment nog aan het onderzoeken. We weten dat een darmflora type redelijk stabiel is. Dat je niet zo snel van het ene type naar het andere switcht. Maar we weten dat als je een harde verstoring krijgt, bijvoorbeeld een radicale verandering van voedingspatroon of het gebruik van antibiotica bijvoorbeeld, zorgt dat mensen soms van het ene naar het andere darmtype switchen. En op zich is dat geen drama. Alleen als je naar dat slechte darmtype switcht, dan blijkt het heel moeilijk om daar weer uit te geraken. En dat is, om het met een plat woord te zeggen, kut. Want je zou je er wel eens heel slecht door kunnen voelen. Je zou het niet verwachten, maar de darmflora hangt ook vaak samen met ons geestelijk welzijn of ons gevoel. Mensen met een depressie, 1/3 van die patiënten zien we dat Bacteroides 2 slechte darmtypen opduiken. Er is zoiets dat we de gut-brain axis noemen. De hersenen gebruiken die zenuwbaan om onze darmen aan te sturen. En dat merk je bijvoorbeeld ook als je gestresseerd bent, dan veel mensen voelen dat op hun darmen. Maar die as gaat ook in de andere richting. We merken dat processen in de darm blijkbaar ook een effect hebben op hoe we denken en hoe we ons voelen. Een goed voorbeeld van hoe de darm bacteriën en gedrag aaneenhangen komt eigenlijk uit een experiment die wetenschappers ooit gedaan hebben op muizen. Ze hebben muizen in 2 categorieën ingedeeld. Ze hadden bange muizen en ze hadden moedige muizen. En die moedige muizen die konden ze herkennen doordat als je die op een hoog torentje zet, dan die moedige muis die zit daarop en die springt daar direct af. Die heeft geen schrik. Een bange muis zet je erop en die verstijft en die zit daar bovenop. Wat nu het interessante van dat experiment was, is dat ze als ze de darmflora transplanteerden van de bange muis naar de moedige muis of de moedige muis naar de bange muis, dat het gedrag veranderde. Die bange muis werd moediger en die moedige muis werd banger. Letterlijk, die bange muis die sprong sneller van dat torentje af en die moedige muis die bleef langer op dat torentje zitten. Ik blijf dat ongelooflijk fascinerend vinden, dat gewoon het transplanteren van stoelgang tussen muizen zo'n sterk effect kan hebben op het gedrag van die muizen. Stoelgangstransplantatie wordt ook toegepast in mensen. Op dit moment in België voor 1 aandoening. Dat is een infectie met een kwaadaardige bacterie die Clostridium difficile heet. Een zeer zware ontsteking van de darmen. En we zien dat daar, als alle antibiotica faalt, dat eigenlijk het overbrengen van darmflora van gezonde individuen in deze patiënten leidt tot een zeer grote kans op genezing. Jeroen onderzoekt ook of een stoelgangtransplantatie nog voor andere ziektes zou kunnen werken, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, ook een zware darmontsteking. Tot hiertoe is het resultaat gemengd. Soms lukt het, soms lukt het niet. En dat is waar het voor de microbioloog in mij dan heel interessant wordt, want we proberen te begrijpen van oké, maar wanneer lukt het dan? Welke bacteriën moet je aan die patiënt geven om een positief effect te hebben? Op het internet zijn er heel veel filmpjes, DIY, stoelgangstransplantatie. Ik zou daar toch heel sterk voor willen waarschuwen. Het is niet ongevaarlijk. Als je zelf je stoelgang zou beginnen mengen van iemand die je denkt dat gezond is, buiten labo-omstandigheden die stoelgang kan besmet worden met kwaadaardige bacteriën. Je weet nooit of dat de persoon van wie dat je de stoelgang neemt, of dat die wel 100% gezond heeft. Misschien is die wel een darmkanker aan het ontwikkelen en weet je daar niks van. Dus er is heel veel risico aan verbonden om dat te doen. Oké, aan zo'n transplantatie zal ik me maar niet wagen. Ik denk ook niet dat dat nodig is, want mijn darmflora voelt redelijk gezond aan. Zijn er dan geen tips om je darmflora gewoon gezond te houden? Er zijn algemene tips. Eet meer vezels, eet meer groenten, eet meer diversiteit aan eten, eet gezond. Maar dat zijn eigenlijk algemene gezondheidstips. En we weten dat vezels goed zijn voor de darmflora. De darmflora, dat is hun hoofdvoedsel. Maar tegelijkertijd is ook dat zelfs niet iets dat we aan iedereen zomaar kunnen aanraden. Er zijn mensen bijvoorbeeld die lijden aan het prikkelbare darmsyndroom. Als zij meer vezels gaan eten, gaan zij ongelooflijk veel klachten ontwikkelen. Ze gaan opgeblazen gevoel krijgen, ze gaan pijn krijgen, ze gaan constipatie of diarree krijgen. Algemene tips voor onze darmflora bestaan er dus eigenlijk niet. Maar wat dan met het potje yoghurt? Daar zitten toch bacteriën in die goed zijn voor je darmen?
Dus yoghurt bevat zogenaamde probiotische bacteriën. Dat zijn melkzuurbacteriën vaak die actief zijn als onze darmflora verstoord is. En de eerste fundamenten teruglegt voor een gezonde darmflora. En daarom worden die bacteriën vaak ingezet na een antibiotica-behandeling. Dus op zich kunnen die geen kwaad en kunnen die inderdaad helpen om een nieuwe start te maken voor de darmflora. Elke dag een potje yoghurt gaat natuurlijk ook geen wonderen doen. Het is niet dat je dan nooit meer diarree of krampen zal krijgen. Wat ik dus vooral onthoud, niet overdrijven met antibiotica. Als je een verkoudheid hebt en dat is een virale infectie, dan moet je geen antibiotica nemen, want dat heeft geen enkel nut tegen die verkoudheid en je doet alleen maar je darmflora kapot. Ook moeten we oppassen, antibiotica, als we dat te veel gaan gebruiken, gaat er antibiotica-resistentie optreden in de kwaadaardige bacteriën en gaat die op den duur niet meer werken. Dikke merci, Jeroen Raas, voor deze spitterende uitleg. Razend interessant vond ik het. Wil jij trouwens nog meer weten over die gut-brain axis? Dan hebben we hier nog een video klaarstaan voor jou van Heiko de Schipper. Zeker de moeite om te kijken om nog dieper die darmen in te duiken. Tot de volgende!